Ja, journalist. Ja, Psychology of Money. Bro. Ja, hoeveel ben jij waar nee, dan? Genoeg. Staat dat niet gewoon op internet? Of wel? Pff, geen idee, man. Oh. Google het. Jokie wil een googlen. bedrag horen voor hoeveel heb jij aandacht je aandacht gekocht? Nee, nee, bent. dat wil ik niet weten. Maar ik vind het altijd interessant, toch? Ja. ja, ik weet niet. Het is iets Nederlands om daar niet over te praten. En laat ja. ik nou net Nederlands zijn. Ja, je <laughs> kunt, hè? Nou, nee. Jij bent niet Nederlands, bro. Ja, ja, ik ben wel Nederlands. Jokie is, as we speak, aan het, uh, het googelen. veel Nice. Die heet Ronald Hans. Ja, man. Thanks. <laughs> tof, toch tof dat we dat weer uh, ja. afgeschreven hebben. Ja. Oké. Okay. Het staat niet op internet volgens mij, man. Oh ja, nee, ik heb iets gezien, maar ja. Ik vind okay. het nu awkward om het te zeggen, snap je? Maakt niet uit. Het is een oh, nee, er staat dat je vermogen... Wacht. In 2016 was het... Op, je stond op achtste met een vermogen van 30 miljoen. Oké, okay. netjes. <laughs> en nu 2024 is het. I don't know, man. Weet je, dat, um, Dit soort dingen mm -hmm. in de media is altijd een soort guesstimation En um, vaak wordt dat gedaan op basis van wat ze vermoeden, wat je aandelenportefeuille is. Of je, of je aandeel in een onderneming, die misschien net een investering heeft gekregen. Um, op een bepaalde waardering. Dus. Als Vitrense zeg maar een miljard waard zou zijn geweest... Mm -hmm. en mijn aandelenpakket een kwart zou zijn geweest... dan is het toch een goede ja. 250 miljoen. duidelijk Maar dat was het niet. Nee. <laughs> en ja, nu weet je wel, ik heb al mijn geld gewoon uh, in allerlei dingen zitten. Ja. En ja, afhankelijk van de crypto koers is het wel of niet positief. <laughs> nee, maar dat moet het nu al prima gaan. Ja, nou. wat, is, wat, is, wat is het geks wat je in Silicon Valley hebt meegemaakt?